Hoi allemaal. Hi. Hoi allemaal. Hoi allemaal. Hallo allemaal. Hoi allemaal. Hoe gaat het met jullie? Hoi. Ik ga een boekje voorlezen voor jullie. Het boekje heet Borren is te laat. Het is nog heel vroeg in de morgen, maar Borren is al wakker. Hij zit rechtop in zijn bed. Hij is een beetje zenuwachtig. De zomervakantie is voorbij en hij mag weer naar school. De eerste schooldag na de zomervakantie is best spannend. Borren zit te wachten tot papa en mama komen. Maar wat duurt dat lang? Het is al hartstikke licht buiten. Als papa en mama mij niet wakker komen maken, denkt Borren, ga ik hem wel wakker maken. Hij stapt zijn bed uit en loopt stilletjes in zijn pyjama over de gang. Borren doet de deur van papa en mama's slaapkamer open. Ze liggen nog te slapen. Papa snurkt een beetje. Zachtjes trekt Borren aan mama's pyjama. Mama, moet ik al naar school? Mama doet langzaam haar ogen open. Wat is er, Borren? Vraagt ze slaperig. Mama, moet ik al naar school? Vraagt Borren nog eens. Mama kijkt naar de wekker op het nachtkastje. Oh nee toch, roept ze. Je had al op school moeten zijn. We hebben ons helemaal verslapen. Papa schrikt wakker van het lawaai dat mama maakt. Wat is er aan de hand? Borren is te laat voor school, roept mama. Snel, opstaan! Papa en mama springen uit bed. Ik help je wel met aankleden, zegt papa tegen Borren. Ik ga snel je boterhammen voor tussen de middag smeren, zegt mama. En ze struikelt bijna over Pluisdier het huisdier als ze de trap afrent. Papa helpt Borren met aankleden. Zo, eerst je zwarte broek, zegt papa. En nu je witte shirt met die rode streepjes. Maar dat is toch een rood shirt met witte strepen, zegt Borren. Oké, rood met witte strepen, zegt papa. Ga maar snel je tanden poetsen. Borren holt naar de badkamer om zijn tanden te poetsen. Dat kan hij al helemaal zelf. Hij doet het iets minder lang dan normaal. Hij heeft tenslotte haast. Borren holt de trap af. Mama staat al klaar met zijn broodtrommel. Ga maar snel, papa zit al klaar in de auto, zegt ze. Veel plezier. Wauw, met de auto, denkt Borren. Dat is nog eens makkelijk. Normaal gaan we altijd op de fiets naar school. Borren gaat met zijn broodtrommel op de achterbank zitten. Heb je je gordel om? Vraagt papa. Borren doet snel zijn gordel om. Papa begint te rijden. Kunnen we niet sneller? Vraagt Borren. We kunnen wel sneller, zegt papa. Maar dat mag niet van de politie. Ze zijn al snel bij de school van Borren. Papa en Borren stappen uit de auto en rennen over het plein naar de deur. Maar de deur zit dicht. Dat is vreemd, zegt papa. Samen kijken ze door het raam naar binnen. Daar is helemaal niemand. Papa denkt na en opeens begint hij heel hard te lachen. Wat is er? Vraagt Borren. Hij snapt er helemaal niks van. We zijn helemaal niet te laat, lacht papa. We zijn een dag te vroeg. Het is vandaag zondag. Morgen hoef je pas naar school. Daar is die uit. Doei!